Vanaf dit jaar doe ik naast de turnen ook een universiteit. Dus op dit moment is dat echt mijn raising the bar moment om het allebei zo goed mogelijk te laten lopen, parallel aan elkaar. Denk je nog? Ik weet je niet. Ik weet je, wat de Fransen doen, die doen er allemaal om met de juiste mensen. Op dit moment heb ik natuurlijk mijn school en dan mijn trainingen. En wat voor mij een hele goede dag is, is als ik het een beetje krap time in de ochtend, rustig ontbijt, dan aankom bij de trein en dan precies op tijd ben dat ik aanloop en dat die trein er is. En eigenlijk dat alles gewoon perfect op elkaar aansluit. Ik vind dat dat mijn perfecte dag is. In de turnen is natuurlijk, je hebt een element, daar werk je heel lang naartoe. En als het dan lukt, dan heb je een heel team achter je staan die je aanmoedigt en ook blij is voor je. Een gevoel dat enigszins vergelijkbaar is, is als je heel lang toewerkt naar een examen, je maakt het examen heel goed en je krijgt inderdaad het cijfer dat je wilt. Ik denk dat elke turner wel eens bang is. Turnen is natuurlijk een best gevaarlijke sport. Je hebt blessures en iedereen heeft wel eens een ernstige blessures. Dus dat blijft wel in je achterhoofd zitten. Dus ja, ik ben wel eens bang. Vooral. Hoe ga je daarmee om? Hoe schakel je dat dan uit? Ja, wat ik altijd doe, wat ik heel fijn vind, om het gewoon met mijn trainer of mijn teammaatje te delen van zo, ik vind het wel eng. En wat ik vaak doe is inderdaad denken aan het ergste wat er kan gebeuren en zorgen dat dat niet gebeurt. Dat helpt mij. Hoe leg je aan bijvoorbeeld vrienden van school uit wat je nou precies doet? Het is moeilijk uit te leggen, omdat mensen vaak niet begrijpen hoe je zoveel passie voor zoiets kan hebben en er zoveel tijd in stopt. Maar toch, om me gewoon een duidelijke beschrijving te geven wat ik doe en misschien een keer een filmpje laten zien en er gewoon veel over praten, dan kunnen ze het vaak wel aardig begrijpen. Ja, hoe denk je dat andere mensen in jou zien die jou niet goed kennen? Hoe denk je dat je dan overkomt als mens en als sporter? Ja, dat is een goede vraag. Waar ik achter ben gekomen is dat je al snel als je topsporter bent, hebben vaak mensen het idee dat je een beetje arrogant bent of iets. En vooral in de gymzaal, je bent best wel gefocust met wat je doet, dus dan kom je vaak een beetje afstandelijk over. De mensen die mij kennen, die weten wel hoe ik ben. Ja, overal ben ik ergens anders. In de gymzaal ben ik heel erg druk bezig met mijn trainingen en overleg veel met mijn teammaatjes en mijn trainingen. Op school, ja, dan moet je soms alleen studeren, dus ik denk op elke plek ben je wel een beetje anders. Hoe ik echt ben, ja, ik denk een beetje zoals nu in dit interview. Deze man, hè? Deze man. Deze man heeft echt de beste muscle ups van de wereld, man. Ja? Doe eens eentje. Ik heb een longboard en een Tilburg hoodie. Naast de turnen studeer ik aan Tilburg University, bedrijfseconomie. En daarbij vind ik het ook leuk om in mijn vrije tijd even wat te boarden. Met mijn maatje Bart bijvoorbeeld. Hoi. Dit jaar moet ik mijn volle base A-norm halen, met binnen het studieadvies. Dus op dit moment is het wel heel hard werken. En je tijd heel efficiënt indelen. Altijd een vast ritme hebben, zodat je het een beetje volhoudt. En de hele dag doorwerkt. Wat was dat? Dat is onze ding, jongen.